Nou, ik heb zojuist allemaal hout gehaald voor een bedje van Noël. Ik ga meteen al in stukken zagen. Dan kan ik het ook makkelijker kwijt in de garage. En dan kan ik morgen eventueel meteen beginnen. We hebben alle stukken gezaagd, die gaan we voor het eten zorgen en dan kunnen we morgen aan de slag met meten, passen, blablabla, enzovoort. Schuren zodat het splintervrij is. We hebben alles geschuurd, dat het allemaal splintervrij is. Het is wel nog ruw, maar dat is de look. Nu gaan we het allemaal aan elkaar verlijmen. Ik heb bij mijn vader thuis die grote klemmen gehaald. Die zet je hierop. Zo, aan de andere kant kunnen ze fijn tegen elkaar verlijmd worden. Kun je dat even niet moeten eten? Iets van Major of zoiets. Of Gendarmerie's of iets in die trant. Goed, want ik heb ze zelf niet om zo'n grote stukken aan elkaar te verlijmen. We moeten wel opletten dat we om en om aan elkaar verlijmen. Als de cirkel zo loopt, bij de ene moet de andere andersom lopen. Dus de ene zo, andere zo. Steeds om en om. Wat heeft dat mee te maken? Nou, anders gaat alles in één richting krom trekken. Vandaar. Maar we gaan nu even lijmen. Nou, het is weer een dag verder. Inmiddels hebben we al enigszins wat dingen gemaakt. Kom maar mee, ik zal even laten zien. Hier hebben we de bak. We hebben één bak, één lade, hebben we eigenlijk al bijna klaar. We moeten alleen nog het frontpaneel en de wieltjes eronder. We hebben hier de tweede bak, hebben we al verlijmd. Dan gaan we nu gaan we daar de omranding van maken. En dan gaan we wel zien hoe ver dat we komen. Yee-hee! Alle lijnen fijn maat gezaagd, zodat de planken daartegen kunnen en ze zijn fijn recht nu allemaal. Dan gaan we verder. Eerst de hoekjes vrijmaken voor de wieltjes.
nu zijn we dus zover. We hebben fijne gaatjes voor de wielen en nu gaan we de boel bevestigen. We hebben de twee lades zover af. We moeten alleen nog het frontpaneel, maar het frontpaneel moeten we nog even een handgreep aanmaken. Dat gaan we nu eerst doen. De greep zit erin, nu kunnen we hem gaan bevestigen. Dan vastmaken en dan is de bak klaar. We hebben een pot verf gekocht. Het is een zelfgemaakte greywash. We hebben vandaag binnengekregen. Kunnen we eindelijk gaan verven. Zit goed vol in ieder geval. Ik had het er net al stiekem uitgeprobeerd. Dit is namelijk de uitwerking. Inmiddels hebben we alles geverfd. Ik heb dat gedeelte wel een beetje overgeslagen, want dat vind ik eigenlijk ook het minst leuke. Nou viel het mij eerlijk gezegd best wel mee. Het was heel erg dun en het smeerde zich goed uit, dus het was wel te doen dit keer. Het voelt verder glad aan, het hoeft ook niet meer opgeschuurd te worden. Ik weet niet wat voor spul het is, maar er komen geen vezels recht op te staan. Dus we laten het zo. Er zijn nog de verbindingen voor het bed aan bevestigen. Omdat de balken niet helemaal recht zijn, een beetje gebogen, moeten we even een beetje afsteken, zodat ook het gedeelte eronder past. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb het inmiddels al afgetekend. Dat ook in rechte lijn wordt afgestoken. Nou, de laatste bevestigingen zijn de bevestigingen op de hoofd- en voetensteun. Het is wel echt precisiewerk, want je zit met een bepaalde hoogte van de lades. Je wilt daar niet te veel te ruimte tussen. Er mag natuurlijk niet te weinig, want dan passen ze niet eronder. Dus we hebben het even uitgemeten en die gaan we bevestigen. En dan zijn we, als goed is, klaar. Jee! Ik zou het bijna vergeten, we hebben ook nog wat elektra. Ik ga een achtergrondverlichting erop aanbrengen. Daar ben ik nu mee bezig. Moet maar even kijken. Ik heb hier namelijk een transformatortje voor LED-verlichting. Hier zit de sensor waar de afstandsbediening op werkt. Hier gaat hij achterdoor. Gaat hij zo naar voren. Hier komt dus de LED-verlichting op de achterkant. Ik moet hem hier naartoe leiden om vervolgens aan die kant in de stopcontact te steken. Voor de finishing touch, nog een sterretje, nu is hij klaar. Dit is trouwens de gleuf waar ledstrip in komt te liggen. Ik ga eerst even een lijntje trekken, zodat de zijkant strak blijft. En dan ga ik het daarna een paar millimeter uitsteken. Dit had ik misschien inderdaad, of dit had ik eigenlijk ook beter eerder kunnen doen. Voordat het hier nog aan vast zat. Maar toen had ik het idee nog niet, dus moeten we het nu maar achteraf doen. Ik heb het bed inmiddels al opgebouwd. Helaas paste het niet bij Noël's kamer. Het was net zo'n stukje te groot. Dus dan hebben we het bed aan Lennon gegeven. En is het bed van Lennon naar Noël gegaan. Maar goed. Het bed is klaar. Alleen de laatste dingetjes nog. Nog even aansluiten van de lamp. En dan is hij compleet. Woehoe!
laptop gaan vastmaken. We moesten nog even wachten op de kabeltjes, want dit zijn de verlengstukken. Want we gaan de laptop namelijk in tweeën opdelen. Anders zal ik met twee stopcontacten. Er zit natuurlijk maar één aansluiting aan. Knippen we een meter af, eentje plakken we hierboven. En dan verlengen we hem hier met een andere kabel en dan plakken we hem hier aan vast. Hier zit het gat, de aansluiting. Die plakken we zo. Daar knippen. Deze hebben we net doorgeknipt. Die leggen we dan hier in. Klikken we hem dicht. Nou, we gaan hem testen. Eerst maar even uitdoen. Is het dicht? Stekker erin.